Hey jongens en meiden, vandaag gaan we Baby Yoda van de Mandalorian van Star Wars schilderen. Niet zo moeilijke opdracht, niet zo heel veel kleuren, gaat gewoon lukken. Begin met het schetsen van een ovaal, dat wordt het hoofd, en daaraan twee grote oren, een soort van vleermuisoren. Daaronder heeft hij een soort van zak, een soort van slaapzak heeft hij aan met armpjes. Maak grote ogen, klein neusje, klein mondje. Als je de hoofdlijnen goed op papier hebt geschetst, dan maak je de lijnen wat dikker met zwarte verf. Nadat je alle lijnen lekker dik hebt geschilderd met zwart, kunnen we gaan inkleuren. Begin met de achtergrond. Ik heb voor paars gekozen, maar jullie kunnen natuurlijk zelf bepalen wat voor kleur jullie leuk vinden. Daarna schilder je de vloer. Ook dit kun je natuurlijk weer doen met de kleur die jij mooi vindt. Ik heb gekozen voor een soort van grasachtige groene ondergrond. Daarna gaan we beginnen met het inkleuren van Baby Yoda. Het hoofd van Baby Yoda heeft een soort van mintgroene achtige kleur. En daarna schilder je de ogen met als allerlaatste een klein wit stippeltje in de ogen als glimmertje. Nou, dat was de opdracht alweer. En klaar is die. Veel plezier en tot snel.